Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het zou zo mooi kunnen zijn in Nederland. Wat hebben we allemaal niet dat nu verloren dreigt te gaan? Te veel om op te noemen. De Partij voor Milieu en Recht staat voor een schoon milieu en veiligheid voor de burger. Duurzaamheid voor het milieu en duurzaamheid in sociaal en economisch opzicht zijn nodig, zodat we ons de komende generaties niet hoeven te schamen voor de puinhoop die we van Nederland aan het maken zijn. Er is politieke durf nodig en verbeeldingskracht om de problemen van vandaag werkelijk het hoofd te bieden, om de geloofwaardigheid van de overheid te herstellen, om de burger weer een gevoel van veiligheid te geven. Mens en natuur moeten in harmonie met elkaar kunnen voortbestaan. Daarvoor is nodig dat we stoppen met de roofbouw op de natuur, zoals de miljarden verslindende prestigeprojecten als de Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol en de aanleg van de hoge snelheidstrein door het Groene Hart van Nederland. Daarvoor is het nodig dat de overheid haar financiën saneert en de uit de hand gelopen staatsschuld nu eindelijk eens wordt verminderd. Daarvoor is nodig dat de criminaliteit harder wordt aangepakt door zwaardere straffen op milieu- en geweldsdelicten, een krachtiger politieoptreden en meer aandacht voor het slachtoffer. Daarvoor is nodig dat de belasting op arbeid wordt verlaagd en evenredig wordt verhoogd op bestedingen die het milieu schade berokkenen, de ecotax. Daarvoor is ook nodig dat de bevolking van Nederland niet verder groeit. Nederland slipt immers nu al dicht en door de kinderbijslag na het derde kind af te schaffen steken we de hand ook eens in eigen boezem. Daarvoor is nodig dat ons onderwijs weer resultaatgericht wordt en op de praktijk wordt afgestemd. Daarvoor is het nodig dat de burger door middel van een referendum meer inspraak krijgt bij belangrijke zaken. Daarvoor is ook nodig dat ouderen verzekerd blijven van een goed en menswaardig inkomen. Daarvoor is nodig dat we stoppen met zinloze subsidies. De echte remedie tegen oplopende werkloosheid is lastenverlichting. De PMR durft keuzes te maken om een uitweg te vinden uit de crisis. Sober, realistisch en milieuvriendelijk. De PMR, de Partij voor Milieu en Recht. Zuinigheid, keuzes maken en geen illusies najagen. De Partij voor Milieu en Recht. U zag een programma in de zendtijd voor politieke partijen.